In cultureel centrum De Biekorf in Lebbeke zijn de muzikanten van Kadril volop aan het repeteren. En opvallend, dat doen ze vandaag niet met een vaste zangeres, maar wel met leerlingen van de Stedelijke Muziekacademie van Sint-Niklaas. Kadril bestaat 40 jaar dit jaar en we vonden het een fantastisch idee om onze zangers van de afdeling te laten zingen en dan de muzikanten van Kadril hen te laten begeleiden. En het was fantastisch dat die muzikanten dat zagen zitten. En wij hebben hier de zaal mogen gebruiken nu met de techniekers om dat eens uit te proberen. Dat is een eerste contact tussen de muzikanten en mijn zangers. Ze hebben eigenlijk nog weinig met micro's en met geluidsinstallatie gewerkt. En dat is een heel andere zaak dan gewoon zingen in je huiskamer met enkele samen. Hè. Want je moet leren met die micro werken. En dat is nu net een van de doelstellingen van dit project. Dat de leerlingen in de volkszang ook eens leren hoe is het op een podium bestaan met belichting, met geluid. Dus heel professioneel. Vandaag is een eerste repetitie in aanloop naar twee optredens in Muziekclub Tij in Belzele op zondag 11 maart. Om 4 uur en om 8 uur zullen de leerlingen een zelfgekozen selectie brengen uit het rijke volkrepertoire van Kadril. En dat samen met de instrumentalisten van de groep. Voor velen is dit de allereerste keer op een podium. Ik heb hier zo lang staan wachten, mijn zoete hartsvriendin. Zo vele lange nachten, ik bid u, laat mij in. Ik was wel zenuwachtig en schrik om die tekst te vergeten. Hè. En daarom kan je ook nog niet echt voluit zingen, omdat je nog veel te veel met die tekst bezig bent. En dat voel ik nu wel, dat je echt ja, zeker moet zijn van je tekst. Ik heb geprobeerd of ze nu het eerste jaar of het tiende jaar les volgen, om iedereen een solomoment te geven, om toch die ervaring op te doen. Maar dat is natuurlijk voor sommigen heel onwennig en je merkt de anderen daar al iets soepeler mee omgaan. Eten en drinken is mijn motief, vrij en vrolijk te leven. Soms vind... Als je gewoon in de les zit en je hebt Ellie aan de piano vaardig begeleid, attent begeleid, dat is iets. Maar als daar opeens zo'n band achter staat, dan is dat een schaalvergroting waar je wel van moet genieten. Je moet al gevoelloos zijn, wil je dan op zo'n moment niet genieten. Dat is behoorlijk kicken en ik zag het ook aan de medeleerlingen die met ons daarboven op het podium eigenlijk ook zaten te genieten van jongens, dit is toch iets. Wij beleven hier toch eigenlijk wel iets. Ja. Vlucht mij misdragen, nooit werk verzet. Ik vind de combinatie van de professionele band met mensen die heel graag muziek maken, maar nog niet heel veel ervaring hebben of nog niet doorgebroken zijn, vind ik wel fijn. En iedereen doet dat met hart en ziel en dat bekoort. En ik denk dat dat wel ervoor zorgt dat iedereen meegesleept gaat worden in de avond en namiddag. Ja. Afspraak met de leerlingen van de volkszangklas en Kadril op zondag 11 maart in Muziekclub Tij in Belzele. Er zijn voorstellingen om 4 uur en om 8 uur. Reserveren kan via de website van Muziekclub Tij.